Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Vorige video hebben jullie kunnen zien dat ik dit aardappelkanon heb gebouwd. In opdracht van Defensie. Die hadden een budget gegeven en die zeiden: bouw het snelste aardappelkanon ter wereld. Had je idee, hier staat hij dan. 7 lopen, 32 mm, schiet, ik weet niet hoeveel kogels per seconde. Wat vinden jullie trouwens van de nieuwe kleurtjes? Ik heb hem expres een camouflage gedaan. Ja, hij ziet er zo echt uit. Ik ben anders bang dat ze hem bombarderen vanuit de lucht. Ja, die vorige video was natuurlijk wel heel gelikt. Maar de eigenlijke werking van heel het apparaat, dat kan je er niet aan zien. Ik denk, weet je wat? Maken we er toch gewoon even een extra video over. Het in elkaar lassen, dat viel natuurlijk wel mee. Dat was nog redelijk vlot gedaan. Maar de ontwikkeling en het tekenwerk wat eraan vooraf ging, dat was nog niet zomaar gedaan. Daar gingen best wel een aantal schetsen aan op. Hele berg schetsen en berekeningen en nog meer. En kijk joh. Dit zijn echt de eerste schetsen. Hier had ik nog bedacht om een vulmechanisme te maken waar dat gewoon hele aardappels in de lopen werden geponst met een soort van schijf. Allerlei soorten mechanismes. Ja, daarna toen bedacht ik van het is makkelijker om die aardappels van tevoren in buisjes te stoppen en die in het kanon te laden. Schetsen van het mechanisme met die lopen die kunnen schuiven. Hier wat berekeningen van de compressor. Hoeveel liters lucht dat nodig zijn om die dingen weg te schieten. Ja, hier nog meer berekeningen. Inhoud van de loop. Bla 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 bla. Nog meer schetsen. Hier nog meer schetsen. Hoe de kogels erin gevuld moesten worden met een soort van bak. Ja, hebben we niet gemaakt uiteindelijk. Meer uitgewerkt principe. Is uiteindelijk zo niet geworden. Haha. Rolletjes voor de lopen. Het kanon, een primaire tank. Daar smoorkraan, slangen, de buffergroep, grote gasflessen. Nog meer berekeningen. Dit is voor de besturing, details, schakelschema. Nog meer berekeningen, dit is van de lopen. Die rollen over een soort van rails en hier staan de berekeningen daarvan. Aandrijfkoppel uitgerekend. Een heleboel bla bla dus. Dus dat. Nou, toen het conceptontwerp dus klaar was, toen moest het nog even uitgewerkt worden. Ik moest natuurlijk onderdelen laten snijden en dat gaat ook niet vanzelf. Eerst even een 3D-model van gemaakt. Nou, technische tekeningen. Losse lassaamstellingen. Lopen. Toen heb ik die onderdelen laten snijden en toen konden de boel in elkaar lassen. Het kanon heeft 7 lopen en die draaien op een hoofdspil. En je ziet hier zie je een lager zitten. Hier binnenin ligt een buis. En hier zit nog een lager. Daarop zitten platen gelast. Deze. En daar zo. En deze ringen hier zo, die houden de lopen op zijn plek. Maar die lopen die zitten er eigenlijk los in. Die kunnen namelijk schuiven. En dat is belangrijk voor het laden van de patronen. Nou, het meest ingewikkelde van dit kanon om te bouwen was natuurlijk wel het laadmechanisme. Hoe kan je nou in zo'n korte tijd zoveel aardappels er doorheen jagen? In eerste instantie had ik even gedacht om die aardappels in die buizen te forceren met een bepaald mechanisme. Alleen dat werd wel zo ingewikkeld dat ik had bedacht om ze vooraf in van dit soort buisjes te stoppen. En die kan je mooi in dit magazijn laden. En die buisjes zijn natuurlijk allemaal hetzelfde. Dus die kun je mooi systematisch door de machine heen laten draaien. Dat zijn de patronen. Kijk. En dan doe ik dat dus zo. Die is geladen. Nou, wat er is gebeurd als je gaat draaien. Kijk, je ziet hier zo, hier komen die kogels aan. En hier, dit deel draait rond. En deze schijven, daar zitten kamers in. Kijk, als ik nou begin te draaien, dan zul je zien dat die buisjes, hup, die vallen in die kamers. Kijk, hier komt dadelijk weer een kamer aan en tjak, de kogel valt er weer in. Deze patroon ligt er nou nog los in, zie je dat? Hij zit wel opgesloten hier in de geleiding en in die kamer, maar hij kan nog steeds schuiven. Want de loop die zit nou hier helemaal nog naar voren. Ik wil natuurlijk dat die patronen krachtig op worden gesloten tussen de loop en die achterste plaat. Want ja, anders dan ontsnapt alle lucht en komt die aardappel er niet uit natuurlijk. Dus nou die patroon mooi ligt uitgelijnd met die loop,
is het nou zaak dat die loop naar achteren schuift en dat die patroon eigenlijk wordt opgesloten. Kijk, die lopen, die worden door deze trekveren naar voren toe getrokken. Kijk, ik kan hem gewoon zo naar achteren toe duwen, zie je wel. Nou, om nou te zorgen dat die lopen dus naar achteren toe bewegen, zit er hier een geleiding. Deze ring die hier zit, die is ook instelbaar door deze buizen. Daar zitten draadeinden binnenin. Kijk, die kun je uitvullen met ringetjes. Want die afstand is namelijk heel belangrijk. Kijk hier, die rolletjes die je hier ziet, die zitten vast aan de lopen. Hier zit de stempelveer. En dit rolletje drukt eigenlijk tegen die stempelveer. Die stempelveer die drukt tegen de loop. Dus eigenlijk wat er gebeurt, dit wieltje, wat je ziet, dat lagertje, dat rijdt over de rails. En zoals je kan zien, daar is die rails laag. Daar is hij een stuk hoger. Kijk maar eens. Dus dat betekent dat naarmate die loop verder ronddraait, dat hij naar achter toe wordt gedrukt. Kijk, en dan kun je ook zien. Want hier zo, daar staat die loop nu een heel eind van het patroon af. Hier zit hij er al een stuk dichter tegen. Kijk. Daar zit hij er nog dichter tegen. Maar deze zit nog wel los, deze patroon. En de onderste patroon die eigenlijk nou afgevuurd wordt, nou, die zit gewoon vast, die zit opgesloten. Daarom zitten daar ook die stempelveren tussen. Want ik wil natuurlijk dat die patronen vast worden geklemd achter tegen die plaat. Want ik wil daar geen kieren tussen hebben, want anders hebben we natuurlijk luchtverlies. Dus ja, dan komt die patroon met die aardappel voorbij, die klep gaat even open, paf, de onderste loop die vuurt. Nou, vervolgens draait die weer verder. Als we dan even gaan kijken naar de andere kant. Hier zie je weer de geleiding die hem aandrukt. En die schuift in één keer weer op helemaal naar voren. Dus dat betekent dat de loop weer terug naar voren toe beweegt. De patroon wordt losgelaten. En hier zo. Daar zitten twee uitwerpers. Je ziet ook de geleiding houdt hier op. En daar valt de patroon eruit. Ja, verder nog qua mechanica. Hier hebben we scharnierpunten, gelenkoogjes waar die op draait. Daaronder, voor het opzij bewegen, daar zit een naaf van een achteras van een Ford K. En dit is een achteras van een Ford K. Dan is je toch een beetje te verplaatsen natuurlijk, want het is een zwaar ding. Je tilt hem zomaar niet meer op. Ik wil Rambo hier nog wel een keer langs zien komen om het ding zo vanuit de heup te schieten. Nou, de onderdelen die zijn gebruikt. Merendeel zijn laser gesneden plaatdelen. Een beetje constructiewerk, kokers, buizen. Dit zijn ook gewoon stukjes buis, hetzelfde als deze. Dit zijn veren van een oude garagedeur. Stempelveertjes, lagers, komen van Indy. Gelenkoogjes komen ook van Indy. Nou, tot zover het mechanische deel. Laten we nou eens kijken naar het pneumatische deel, want het ding schiet dus op lucht. Ja, die lucht komt vanaf de compressor, 2800 liter per minuut. Gaat met een slang naar een grote ketel. En dat is eigenlijk een buffervat, omdat ik natuurlijk wel een beetje lucht wil opslaan. Die compressor heeft zelf geen buffervat. En om die schokken van de schoten op te kunnen vangen, heb je een beetje voorraad lucht nodig. Lucht kun je comprimeren, dus je kunt daar behoorlijk wat energie in opslaan in zo'n vat. We gaan even kijken naar het buffervat. Dat staat hier. Dat is gewoon een grote gasfles. Kijk. En daar is diesel, hey! Nou, wat ik dus heb gedaan, hier een koppeling aangelast. En daar twee koppelingen aan. Eentje naar de compressor. En eentje naar het kanon. Naar het kanon. Oh, hij gaat naar het kanon. Hier komt hij binnen bij het kleine vatje. Daar zit de kogelkraan. Daar kan ik hem smoren. Dat vatje, daar zit direct de kogelkraan achter. Die voor de loop zit. Dus op het moment dat die kogelkraan open gaat, dan gaat de lucht uit het kleine vatje poof, in één keer weg. Maar vanuit de slang wordt die langzaam gevuld uit. Dus hij heeft even tijd om terug te vullen voordat de volgende loop voorbij komt. Dat heb ik eigenlijk gedaan om een echte grote drukval in de slang en in het buffervat te voorkomen. Ja, dan zie je het vatje. Hier zit de kogelkraan. Op die kogelkraan zit een pneumatische actuator die de kogelkraan open en dicht beweegt. Die actuator die wordt weer bediend met een stuurschuif die elektromagnetisch wordt bediend.
Want die klep die moet eigenlijk maar heel kort tak tak open en dicht gaan. Omdat je natuurlijk alleen maar net voldoende lucht eruit wil laten om één aardappel weg te schieten. En de vat moet niet in één keer leeg. Want je moet nog meer aardappels afschieten. Dus daarom is het belangrijk dat die klep heel snel open gaat, maar ook weer net zo snel weer terug dicht is. En die zit hier aan een slede die af te stellen is. Kijk, door middel van deze bouten. Dan kan ik hem dichter tegen die schijven aanzetten waar de patronen tegenaan worden gedrukt. Om die spleet zo minimaal te houden natuurlijk. Want ja, we willen daar zo min mogelijk luchtverlies hebben natuurlijk. Nou, verder zit er aan het ding, daar zit een blok. En dat is de stuurschuif. En die wordt elektromagnetisch bediend. Kijk, de draadjes komen eruit. Dat is ook nog een heel verhaal. Tot zover het pneumatische deel. En dan hebben we nog een elektrisch deel. Maar zoals ik net heb verteld, die klep die wordt dus elektrisch bekrachtigd. Nou had ik natuurlijk heel simpel ergens een schakelaartje kunnen doen. Ja, met een nokje, dat het, als het schakelaartje werd ingedrukt, dat die klep even open ging. Maar ja, het probleem is, als je langzamer of sneller draait, dan gaat die klep dus langer of korter open. En dat wil ik niet. Ik wil juist die tijd zo beperkt mogelijk houden. Die klep moet even tik pats, meteen open en dicht, heel kort. Dus daarom heb ik ervoor gekozen om daar een PLC op te zetten, met de sensor. Dus dan is de openingstijd altijd hetzelfde. En kan ik hem ook nauwkeurig instellen, want die tijd kan ik op de 100ste seconde nauwkeurig afstellen, om zo min mogelijk lucht te verspillen. Nou, hier staat het. De hele besturing. Gewoon een 12 volt auto accu. Want ik heb alle componenten 12 volt gekozen. Want dat is handig, want dan kan ik gewoon de voeding van een accu pakken. Dan kunnen we zo overal met het ding naartoe. Dan ben ik niet aangewezen op stroom van het lichtnet natuurlijk. Hier komen een paar snoeren aan. Die gaan naar de klep hierboven. En die gaan hier in het kastje. Verder komt er nog een snoer uit het kastje, die gaat naar deze sensor. En dat is een benaderingsschakelaar. En zo gauw er iets van staal voorbij komt, dan hoor je hem daar schakelen. Hier zit de hele besturing in. Hier is het Easy Relay. Dat is een soort van PLC'tje, dat is een besturingtje. Kun je een programma inzetten. En ja, het programma is nu dus, als de sensor wordt bekrachtigd, dan moet de klep even open gaan, dan gaat het timertje lopen, 0,3 seconden en dan gaat de klep weer terug dicht. En hier hebben we nog een breker, dat is om hem uit te zetten en ook op het moment van kortsluiting, dan gaat de boel niet kapot. Hier is de kat. Hey. Dit is de kat, die hoort er niet bij. Miauw. Nou, dit wat je hier ziet is het relais. Kijk, op het moment dat deze dus... Nou, je ziet, die wordt dan heel kort aangestuurd. En je ziet natuurlijk dat die sensor niet veel nut heeft als je op de grond ligt. Die moet dus hier. De sensor die zit op een lip bevestigd, zodat die ook nog af te stellen is. Dan kunnen we het moment van vuren ook heel nauwkeurig afstellen. Want je wil natuurlijk dat hij precies vuurt op het moment dat er een loop voor het gat zit. Ja, anders heeft het weinig zin. Je ziet thuis die sensor zitten en daar zit een plaat. En dat is de plaat waar de lopen tegen dragen. En je ziet hier zie je een nokje zitten. Ja, zo zitten er 7 nokjes op. Voor elke loop 1 natuurlijk. Dus op het moment dat je gaat draaien, dan komen die nokken dus voorbij die sensor. Die sensor die ziet hij. Het PLC'tje die stuurt de klep aan. Die klep gaat dus open. Op dat moment gaat het timertje lopen, 0,3 seconden. Dan gaat de klep weer dicht. Tot het volgende nokje weer voorbij komt en dan gaat hij weer open. Nou, zo simpel. Je hoort nou alleen maar het relais tikken en het stuurschuifje schakelen. Maar de klep die hoor je nou niet. Dat komt omdat er nog geen lucht op zit natuurlijk. Yep. Ik denk dat daarmee de meeste vragen over de werking en de bouw van het Colon wel beantwoord zijn. Nou moeten jullie er thuis ook wel een kunnen bouwen, denk ik. En wat een leuk weetje is, dit kanon is afgeleid van een Gatling gun. Een Gatling gun, dat is een kanon met 7 ronddraaiende lopen. Die gebruikt werd volgens mij voor de Amerikaanse burgeroorlog, in ieder geval al lang geleden, 1870 of zo geloof ik. Maar dat kanon is afgeleid van een aardappelpootmachine. Ik vind het wel mooi dat we nou een aardappelkanon hebben gebouwd. Dat is afgeleid van een kanon dat weer is afgeleid is van een aardappelpootmachine. Nou, zo is het zegeltje dan toch weer rond. Hey mensen, ik denk dat we nodig wat dingen kapot moeten gaan schieten met een kanon.
Dus ik zou vrijdag toch misschien maar weer kijken. En bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende!